Een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben net beneden. Dus ik ben weer lekker bij de kindjes. Noah zit weer mijn koffie te stelen. Dus het is weer een normale zondag. Maar dat logeerbed, oh, ik heb daar echt gewoon 4-5 jaar op geslapen. Omdat ik toen op kamer zat, was dat mijn slaapbank, aka bed. Oh, ik snap niet hoe ik dat ooit heb volgehouden. Wat een stijf bed zeg. Hij is heel veel gammel van 2-3 keer uit elkaar halen. Met verhuizen natuurlijk. 4 keer denk ik zelfs uit elkaar halen. Maar goed. Dus ik ben stijf aan alle kanten, maar still alive en kicking. Gaat goed. Dus trots op mezelf. En nu wil ik met die twee kleine wondertjes. Laat je wat voor mama over? Noah. Noah. Laat je wat voor mama over? Is toch mama's koffie? Gelukkig drink ik cafeïnevrij dus. Multitask met Wie is de Mol en met deze spelen. Ik zal even mijn batterij opladen. Dan gaan we even wat moois bouwen. En alles zit ondertussen weer door elkaar. Maar elke keer als ik iets sorteer, dan wordt het weer afgepakt en weer in een andere bak gegooid. Ik denk dat ik mijn lens nooit meer helemaal schoon ga krijgen, want het blijft een beetje daar. Lekker hoor. Jam, 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 jam. Oh, lekker hè. Hey jongen, je morgen is toch nog één. Ik heb een beetje op de hele dag. De hele dag is de helemaal is alleen maar. Het is zo. Nou, gisteren was Noah even ziek. Was wij gisteren in Belodig. Maar ik was even weg naar school. Nou ben ik even vrij. Jongen, morgen het is dagavond. Ik ga naar de bank. Ik was een beetje raar op mama. Maar echt heb ik dat mooi. En het helemaal goed is de best. Maar dat kan niet zeker. Ja, het is zo heel mooi. Maar het. Het is dus nog zaterdag nog. Ja. Gisteren was ik even naar nodig. Ik heb nog een afwitting. Zo. Hey, goeiemorgen. Is dag zaterdag. Ik moet je mijn ogen dicht. Hey, goeiemorgen. Is dag zaterdag. Het is heel mooi weertje. Het is nu aan het regenen, kunnen wij niet meer naar buiten. Ja, dat is gewoon. Ja, het is wel helemaal mooi buiten. Oké, doei. Artistieke ochtend is weer begonnen. Het is altijd meer werk om het allemaal neer te zetten dan dat ze net mee bezig zijn. Goed voor de motorische ontwikkeling, toch? Ik heb me soort van klaargemaakt. Tenminste, een klein beetje mascara op voor de rest rustig. Wij gaan mikmikken, hè? Bij wie? Bij Brenda. Lekker bij tante Brenda, hè? In het kader van No Spend zei ze, nou, dan gaan we gewoon picknicken. Maar het was niet echt lekker weer, dus gaan we binnen picknicken. Bij tante Brenda. Ja. En ik kreeg net het berichtje van haar school, dat er dus bij haar school is ingebroken. En dat ze heel veel schade hebben aangericht. Niks meegenomen, maar ja, wat wil je dat op een school? Waarom ben je zo triest? Wat? Ik snap het niet. Dus ja, vind ik een beetje zielig. Maar we hebben alles al opgeruimd en er zitten al nieuwe glazen in. Dus ik kan morgen gewoon kijken. Ik wil het ook zien. Wat wil je zien? Ik wil het ook. Ja, dat is gewoon alleen puur whisky. Kom dan! Hallo! Ja, ik wou het zeggen. Ik blijf niet 5 jaar de ramen openhouden. Oké, we gaan even schoenen aandoen. Ja. En dan gaan we naar tante Brenda. We gaan gewoon met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Je moet dat echt leren goed zeggen, want jij zegt altijd drie. Goed zo. Ze zong net zo lief. Toen pakte ik de camera trouwens natuurlijk niet meer. Nou, nu pak mama's vinger. Yes. Dat
Ik wil tellen. Ga maar snel tellen dan. Maak maar een rondje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wat goed van jou. We zijn er bijna. 10. We zijn er bijna. Helemaal. Wiesje blauw. Kom jij picknicken? Van jou. Heb jij wat gejat? Kijk je zo gezellig. Hele picknickmand. Dat is gezellig, liefje. Doe even je schoentjes uit, liefje. Oh, lekker koekkoer. Oh, heb je dat alweer gezien? Die weet ik zeker dat jij lust. Ik ruik ook iets heel lekkers. Ook even stiekem. Ik denk dat ik dat wel lust. Ik denk dat er ook al voor mij wat bij zit wat ik lust. Die hond is er vooral. Chippies. Chippies? Lust je dat wel? Zit ik nog niet pakken. Nee. En nog één. Nog één? Ja, dat jij ook nog niet pakken. Vroeger deed je dat niet. Dit deed Jara vroeger niet. Dus ze is nu dementerend. En nu denkt ze... Gaat er gewoon voor. Ik ga gewoon mijn jeugd herbeleven. Ik ben toch doof. Ja. Maar ja, het is wel goed dat ze in ieder geval dan de... popcorn heeft gepakt en niet iets van chocola. Dan was het. Dan nog u bent nog niet suicidaal. Nee. Wat staat er nog meer in? Ik denk dat als we op jou moeten wachten dat we nog wel 10 jaar bezig zijn. Ja, maar ik neem als je zegt. Ik vind het helemaal leuk, zo'n mand erbij. Toch echt, hè? Ja. Misschien die toen wegdoen. Vanaf het aan mij. Ja. En best duur. Een goede mand. Goede mand, ja. En het is ook echt een mooie stevige. Omdat je zoveel van mij en mama houdt, toch? Ja. Oh. Weet je van wie ik die snoepjes heb gehad? Ja. Van wie dan? Van papa en mama. Ja, jij wel. Ik heb zoveel van papa en mama gehad. Ja. Hihi. Goed zo. Lunches. Ja, lekker. Goed zo. Doe ook even de yoga pose. Deze kan je nog opstellen. Deze, jij moet dat liedje aanzetten. Enig. Ik ook niet. Ik heb ook een. Dat is een mol. Heb je er nog een? Ja. Moet op gevoel, hè? Allemaal voelen. Doe je ogen dicht. Ogen dicht. En dan voelen met je handen? Ja, met één hand voelen. En dan voelen welke je wil hebben. Die. En wat ben je dan? Een beer. Een beer. Een ga ik even lezen. De panda is een krachtig dier dat zich rustig maar vastberaden voortbeweegt door het leven. De panda zorgt voor harmonie, vrede en zoekt vaak oplossingen voor conflicten. De panda is liefdevol en beschermend van aard en is daardoor in staat conflicten op een harmonieuze manier aan te pakken. De panda is heel gevoelig voor de energie van haar omgeving en kan hierdoor emotioneel uit balans raken. Het innemen van de eigen ruimte en het stellen van grenzen is van belang om in balans te blijven. Klopt wel, ja. Klopt wel, ja. Ik vind dat zo moeilijk op gevoel. Soms voel ik me eentje niet. Nee. Slak. Mama is een slak. Ik ben een slak. Het oude, glibberige wezentje is zelfvoorzienend en kan altijd terecht in zijn eigen huis. De slak is hiermee in staat om zijn veiligheid niet buiten zichzelf te vinden, maar terug te gaan naar zijn eigen huis als die zich onveilig voelt. De slak voelt op een diep niveau en stimuleert jou om je eigen voelsprieten beter te gebruiken en meer te luisteren naar je hogere zelf. Deze wijsheid komt meer naar voren als je je soms net als de slak iets langzamer voortbeweegt. Hierdoor komen jouw verscholen delen aan het licht en kom je meer in contact met zelfliefde. Een vorm van liefde die niet alleen jou verder kan brengen, maar ook de mensen om je heen. Nou. Alsjeblieft. Dat is mooier dan dat ik dacht. Ik dacht, slak, jij bent traag. Traag van begrip. En jij was de libelle? Ja. Maar ben je dat dan altijd? Of is... Nee, ik pak me af en toe eentje. Ik wil nog wel eentje voor je liefde pakken. Voor mijn liefde? Voor ja. Oh, je hebt ook een paar. Ze hebben ook een kongenspul. Ik zeg, die heb jij de helft op je meegenomen.
Oké, dit moet ik op gevoel van liefde doen. Ja. Denk maar aan tip. Denk maar aan tip. Als je altijd maar wil bewijzen dat je gelijk hebt, beperk je uiteindelijk je eigen vrijheid. Ja. Het is tijd om te ervaren hoe het voelt als je ernaast zit, Sanne Nieuwburg. Ik zit er nooit naast. Is nou? Ook douche jou. Ook. Je haalt ons uit de spirituele. Wat zou er gebeuren als je loslaat dat je bij het rechte einde dient te hebben? Ruil het mechanisme van je gelijk willen halen eens in met die van empathie. Durf je standpunt te herevalueren en je open te stellen voor andere perspectieven. Misschien heb je gelijk, misschien niet. Misschien weet je het allemaal even niet. Laat het er allemaal maar gewoon zijn. Die open staat voor denkbeelden buiten de eigen voorkeuren houdt enorme vooruitgang voor mogelijk. Ga diep van binnen eens na. Wil je iemand zijn die altijd wederdrijft en oordeelt? Of wil je iemand zijn die kan loslaten en relativeren? Deze kaart daagt je uit om het fout te hebben. Door alleen al de moed op te brengen om het niet bij het juiste eind te hoeven hebben, zal je merken dat er een geheel niveau van vrijheid ontstaat. Elk vaststaand oordeel of standpunt ontneemt je de kans op ware harmonie en verbinding. Ja hoor. Nou, alsjeblieft. Nou, Tim. Heb je ook een kaartje voor het leven? Ja. Puur? Jij er ook eentje pakken, Lia? Ja. Moet je wel goed voelen eerst, hè? Goed voelen welke kaart je denkt van dat ogen is... Ogen dicht. Ogen dicht. En welke past bij Lia? En welke past bij Lia? Ga maar voelen. Deze kant op? Nee, want je bent nu de eerste aan het pakken. Voelen. Die? Het is wegwijzer. Kijk goed om je heen. Er worden je boodschappen aangeboden die je verder kunnen helpen. Sta voor open met verwondering, bewondering en opgewekte nieuwsgierigheid. Het leven werkt je niet tegen, maar werkt samen. Overal om je heen zijn signalen, de hele tijd. Je intuïtie werkt als een kompas dat je helpt om ze te herkennen. Je intuïtieve denkvermogen is echt helemaal taalverleerde. Is er om schijnbaar willekeurige gebeurtenissen te vertalen naar nuttige informatie. Die hebben ze ook voor kinderen trouwens. Ah. Informatie die je nodig hebt bij het maken van de keuze voor de volgende stap. Wees aanwezig, want alleen met zuiver gewaarzijn ben je intuïtief ontvankelijk. Als je het principe erkent, ervaar je verbondenheid met alles om je heen. Ja, echt hè. Heb je een mooie boodschap? Ja. Yep. Dan gaat Sanne weer. In bad. Dat is voor een bad. Dit is voor een douche. Ja. Vertrouwen. Het vertrouwen dat alles vanzelf de goede kant op gaat. Het leven weet wel wat het doet. Het heeft geen zin om geforceerd te willen controleren, manipuleren en sturen. Alles wat nu voorbij komt, hoort bij jouw proces. Daar mag je op vertrouwen. Met vallen en opstaan bereik je steeds een nieuw niveau van het leven. Er staan oneindig veel lessen voor je klaar. Door je ervan bewust te worden, ga je ze herkennen. Dit zijn geen onverwachte gebeurtenissen meer, maar stappen in jouw innerlijke proces om een completer mens te worden. Pak die lessen aan en gebruik ze om een leven mee te creëren waar jij van houdt. Momenteel doe je meer en meer waar je je goed bij voelt. Je instinct wordt je bij een steeds betere vriend waar je altijd op mag vertrouwen. Intuïtieve boodschappen geven je richting en helpen je verder met je proces. Vertrouwen is het kernwoord. Vertrouwen in het proces en vertrouwen in je eigen innerlijke krachtbron die er altijd is. Ook al vergeet je dat misschien soms. Alsjeblieft. Ja. Weer zo eng. Creepy. Nee, die creepy mooi. Het zijn wel mooie kaarten. Het zijn wel hele mooie kaarten. Ja, vooral omdat het nu met healing ook over vertrouwen en dan precies nu... Gewoon Franse dingen. Nee, die zijn taai. Ja. Ze zijn niet alleen taai. Het is gewoon een andere smaak. Ja, je bordje komt eraan. Kijk, Noah. Ik heb een heel bordje voor jou gemaakt. Wow. Borrelnoten. Goed gedaan hoor. Lekker, jij moest nog even eten. Oh, ze is echt nog niet uitgeslapen. Dat is echt geen roer met de leven. Nee. Wat is dit nou? Een broodje met gegratineerde kaas. Zo. Heb je alle takjes erin? Kijk, joh, bijna een hele volle zak. Als je een stapje achteruit doet, zet ook maar weer een stukje verder. Ja. Dan zetten we deze even hier. Kijk, er zijn hier liggen ook nog takjes. Lia wil zo graag helpen, is dat toch afdoenlijk? Doe je die takjes er nog even in, Lia? Ja, deze. Nee, die op de grond achter je liggen. Ja. Die andere zit al in een zak, hè?
Zullen jullie hem doen? Ik ben even aan het spelen. Gaan wij naar huis? Nee. Maar jullie gaan hier achter een deur zonder toezicht van enig ouder wat lopen doen. Dat vertrouwen wij niet. Dag. Dag. Oh. Lucht en schudden met de billen. Handjes op de voeten en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met je voeten en... Wat goed, hé. Die had je op school gedaan, hè? Ik nog een keer. Nog een keertje? Kijk dat lekker tv? Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met je voeten. Spring, spring, spring. Noah. Zeg van Jara. Nee. Jij mag af en toe eentje. Niet eentje, de niet de hele bak, Noah. Dan wordt Jara heel erg ziek. Geef me af en toe eentje. Ja, oma, let's go. Ik ben vast aan het avondeten begonnen. En nog wat kipduikvlees over. En ik was eigenlijk met gehakt, maar de gehakt was dus een open datum. Heb ik niet zo goed gekocht. Meestal let ik op de datum dat het nog wel even goed is. Maar doe het met courgette en paprika. Volgens mij had ik het op het weekmenu ook met broccoli staan. Maar dat recept ging dus eventjes niet door. Dus die broccoli die... Ik heb volgens mij nog ergens soep staan, dus nou, ik wil de soep aanpassen voor de broccoli. Dan maak ik wel broccoli soep. In ieder geval. Dus ik heb een courgette en ik heb een paprika en ik heb een uitje. Ik heb een tomaatje liggen, maar... En ik heb nog wat kipbergeleefd, dat is niet heel veel. Dan doe ik gewoon pasta. Ik zoek zo nog even in. Sauske uit. Hey, hoe staat? Goedemorgen, het is zaterdag. We gaan nu even kleuren en dan zijn we zo klaar. Oké, doei. Mijn ogen zitten vrij. Maar self-tanning drops. Ja, dit is echt geen goed licht. Maar ik heb weer een beetje een kleurtje in mijn gezicht. Ik wou nog even wat zeggen, want ik heb een heel lief collegaatje, Cynthia. Als het goed is, kijk ze, want anders... Wisten het niet. Maar die belde me gewoon heel snel. Nou, gisteren. Die had mijn oorjoekorps gevonden bij de Action. Ik vind het dan zo bijzonder dat ze dan dat onthoudt. En dan aan me denkt. En me dan opbelt en twee zakken voor me meeneemt. Ik ben helemaal blij meid. Ik zie ze echt nergens meer. Dus ik vind dat echt heel tof. Dus shout-out naar jou lieve Cynthia. Heel erg lief. En mijn moeder heeft nog een lekker hazelnootgebakje. Vanuit. Dat ga ik morgen laten zien. Want ik ga morgen eten. Ik heb hem even bewaard. Lia heeft dus 400 keer mijn vlog overgenomen. De eerste paar keren dat ze filmde had ik het niet door. Ik hoorde er wel kletsen, maar ik kon niet door dat ze mijn camera vast had. En dan staat ze. Wel zo. En zo. Maar op een gegeven moment bij elke keer. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is zondag. Maar ze bleef altijd hetzelfde zeggen. Maar dat hebben jullie gezien. Want ik heb aardig wat stukjes erin gehouden. Als ik dit elke dag ga doen, ga ik niet elke dag al die stukjes erin halen. Misschien af en toe een paar, maar ik vond het zo schat. Dat ze dat zo oppikken, dat ze zo opletten en dat soort dingetjes oppikken. Maar ik zag wel dat hij lang zat was. Dus ik hoop weer dat jullie dit een leuke video vonden. Is dat zo? Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal, daar helpen we mij enorm mee. We gaan helemaal de goede kant op. Helemaal dankbaar voor... Jeetje. Dan wordt toch je werk weer beloond. Dus dan ben ik gewoon heel blij mee. Dus dank jullie wel. En tot morgen.